No, thank you. No! Wow, jongens en meiden, welkom weer terug hier bij een nieuwe video. Het is echt bijzonder lang geleden dat ik een video als dit heb opgenomen, maar het voelt weer lekker. Oh, ik heb zoveel energie vandaag, ik weet niet waarom, maar het is trouwens echt heel erg wennen om dit als achtergrond te hebben en niet meer mijn oude kamer. Hoe apart is dat? Jongens en meiden, er is ontzettend vaak aan mij gevraagd of ik ooit weer een keer een sketchvideo of weet zo, wow, lekker spuug, of wat dan ook kan opnemen. Dus daar is het vandaag weer tijd voor en daar heb ik hartstikke veel zin in. Zoals jullie weten ben ik best wel vaak op vakantie geweest en bij die vakanties heb ik aardig wat problemen gehad en aardig wat dingen gehad die ik eigenlijk beter niet kon doen. Maar er is een website van het ministerie van Buitenlandse Zaken die ervoor zorgt dat je vakantie, ja, laat ik zo zeggen, een stukje beter loopt en waardoor je gewoon goed advies hebt en niet dingen gaat doen zoals ik je straks ga laten zien. In ieder geval, jongens en meiden, ik hoop dat jullie weer hartstikke veel zin hebben in een nieuwe video. Vergeet niet om hieronder te abonneren op mijn kanaal en om natuurlijk even een blauwduimpje omhoog achter te laten. En ja, vakantieproblemen. Ik denk dat je er wel duizenden op kan noemen. Laten we beginnen. Wow, kijk papa. Kijk dat lieve schattige beestje daar. Ah, die is zo leuk. Ja schat. Ja, dat is de Thunderspin 3000. Als je die één keer aanraakt, dan steekt die je dood. En dan ja, ga je heel langzaam dood, want je krijgt eerst allerlei vratten op je lichaam. Dan blaast heel je hoofd op, valt alle kak uit je lichaam. En dan ben je dood. Maar je mag hem wel aanraken hoor. Ik had toch al eerder moeten vertellen aan mijn kinderen wat voor beesten hier zitten. Ja, oké, jongens en meiden. Ja, die laatste is wel echt een dingetje natuurlijk. Als je naar een land gaat en er leven ineens beesten, dat je denkt van wow, leeft hier een gekke malaria mug? Of dat je gewoon, dat er gewoon een spin leeft die je in één keer doodmaakt. Weet je, het kan allemaal. Even los van alle veiligheidsvoorbereidingen. Je koffer inpakken. Even kijken, wat zal ik eens allemaal mee gaan nemen op vakantie? Oké, we nemen dit mee. Een shirt, ja, we nemen dat mee. Even kijken, oh, wat zullen we nog meer meenemen? Zullen we deze plant meenemen? Nee, dat is niet zo slim. We kunnen dit ook meenemen. Ja, hoppakee. Zo, dat was het wel. Ja, kratje, kratje, laat het ook mee. Oké, zo. Mam! Ik krijg mijn koffer niet dicht! Mam? Oh ja. Ik woon alleen. Ja, jongens en meiden. Koffers inpakken is het allereerste probleem wat iedereen heeft. En ja, ik heb het vooral nu ik alleen woon. Echt zo'n vakantiedingetje is dit ook. Stel je voor je gaat naar het mooie, weet ik veel, Rome. En er is een tempel waar je naar binnen gaat. Ja, dat moet je niet op deze manier doen. Jongens, jullie moeten even je voorstellen dat dit de deur van een tempel is. Ja. Lekker, lekker. Van het strand een tempel bezoeken. In mijn blote naki, hè? Hallo meneer, u moet wel even wat op uw schouders dragen. We kunnen u niet zo toelaten in de tempel. Hoezo? Dat moet hier gewoon, meneer. Oké. Ik ga wel weer terug. Dat is netjes. U kunt geen tempel in zo. Stop de tempel. Nou kijk, nu denk ik niet dat we allemaal een tempel ingaan met ons blote bovenlichaam. Lijkt me niet zo heel slim als je dat doet, maar je kent het vast wel. Je gaat ooit een keer naar zo'n mooie kerk en je komt daar binnen met een net te kort shirtje waardoor je je blote armen ziet of wat dan ook. En dan mag je er niet meer in. En dan ben je dus helemaal naar dat ding toegegaan voor niks. Omdat jij een shirtje aan hebt wat net te kort is. Ben ik de enige die dat wel eens heeft gehad? Ik liep vroeger altijd in mouwloze shirtjes. Ik liep altijd zo. En toen mocht ik altijd de tempels niet in. Ja jongens, een dagje strand. Leuk, heel leuk. Totdat er 3 miljoen mensen voorbij komen die jou allerlei dingen willen verkopen. Goedemiddag, wilt u misschien een echte Gucci zonnebril kopen? Nee, nee, nee. Oh, en dan zie je hem al aankomen hoor. De man met de 300.000 biljoen armbandjes die je al letterlijk in elk land hebt gezien waar je bent geweest. Komt ook weer even naar je toe. Want ja, hè, er lopen er niet tot 3 miljoen op het strand die precies hetzelfde aan je proberen te verkopen. Hallo mevrouw, wilt u deze mooie armbandjes kopen? Ja, hè?
En dan staat je echt zo aan te kijken van... Koop nou even, kom, koop dit even. Koop. Je ziet eigenlijk bijna nooit iemand zo'n ding kopen. Ik vraag het me echt af hoe deze mensen dat volhouden. Echt serieus, hoe doen die mensen dat elke dag maar weer... Elke dag maar weer diezelfde lelijke armbandjes verkopen. Het is ook gewoon letterlijk altijd onzin wat ze verkopen. De ene keer zijn het armbandjes, dan zijn het weer kettingen die als je ze één keer draagt ze gelijk kapot gaan. Dan is het weer een enkelbandje die als je draagt dat je gelijk hem kwijtraakt in de zee. Letterlijk alles. En sommige verkopers die blijven dan ook echt zo bij je staan en je aankijken van... En jij ligt er echt zo van, no, thank you, nee, ik hoef niks. Ja jongens en meiden, ik vraag me af hoeveel van jullie wel eens spullen daarbij gekocht hebben. Je bent letterlijk vaker de hele dag gewoon bezig met, nee, dankjewel, no, thank you. Te zeggen, omdat ze je gewoon de hele dag stalken. Dit zijn natuurlijk maar kleine voorbeeldjes allemaal. Het kan allemaal natuurlijk veel erger op vakantie. Weet ik veel, bijvoorbeeld dat je een ongeluk hebt en wat moet je doen bij een ongeluk. Ik ben heel benieuwd wat er bij jullie allemaal wel eens een keer fout is gegaan op vakantie. Maar je kan dus nu op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken de reischecklist doen. En dan hoef je dus nooit meer onvoorbereid op reis te gaan. In ieder geval jongens en meiden, ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Als je nou zelf dingen hebt die er wel eens een keer zijn gebeurd of dat je hierin kan herkennen, laat het dan maar zeker achter hieronder in de comment, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. En dan zeg ik nu, bedankt voor het kijken en later.